Hoe de f*** ga ik hiermee vlog? Ja, het kan eigenlijk wel. Ik heb gewoon ook het studio licht mee, zeg maar. Dus het ziet er denk ik een beetje debiel uit als ik hiermee ga vloggen, want het is een beetje groot wat ik in mijn hand heb, zeg maar. Maar, yo mafketels, mijn naam is Tijn en leuk dat je kijkt naar deze video. Als het te hard waait nu en je hoort geen tering, dan sorry, kan ik ook niks te doen. Ja, waarom loop ik hier? Waarschijnlijk vraag je dat af. Nou, vandaag ga ik naar, dat zegt de titel waarschijnlijk al, de motorbeurs. Ja, maar dan nog steeds kan je je afvragen, waarom loop je hier? Nou, ik loop hier in Culemborg. En doordat ik nu dit doe, weet je gelijk dat ik in Culemborg ben. Nee. Maar, sinds ik natuurlijk met de auto zou gaan anders naar Utrecht, want ja, motorbeurs Utrecht is voor mij niet, zeg maar, fietsen of zo. Ga ik met de trein. Alleen nou zit ik dus met één probleem. Godsamme, mocht ik hier wel parkeren? Hoe de fuck kom je hier met de auto dan? Oh, ik ben zo lang niet in Culemborg geweest. Vroeger reed je gewoon hier omhoog en dan kon je gewoon hier parkeren. Maar nou staat hier toch een parkeerplaats. En what the fuck? Nou ja, anyway, ik ben bang dat ik serieus de trein ga missen. Tenminste, je kunt er om de 20 minuten in pakken, maar de trein die ik wil nemen, simpelweg om het feit dat ik... Oh, je kunt hier ook een kaartje kopen. Fucking nice. Ik vind treinen zo fucking kut. Ik heb echt een tyfushekel aan trein. Ik heb een tyfushekel aan openbaar vervoer, maar dan ook echt een tyfushekel. En kijk, ik heb ook mijn statief mee trouwens. Oh, kaartjes. Oké, welkom op Culemborg. Zo, ik wil een dagretour naar Utrecht Centraal. Ja, jezus, is dat zo duur? Vanaf, ja, tweede klas. En ik wil binnen. Maar dat ging makkelijk. Nou, ik ga even binnen, jongens. Mijn mailkaartje, mij. Yes. Ik heb zo super lang, jongens, gewoon een OV-chip gehad. Maar alleen, hoe weet ik nou naar welk spoor ik moet? Hij start vanaf... Vanaf welk spoor start hij nou? Hoe kan ik dat nou zien? Staat er helemaal niet op. Oké, moet ik dat gewoon hier scannen ofzo? Kut. Het zal ook eens een keer mee zitten. Natuurlijk moet ik weer naar de andere kant. Want ik stond aan de verkeerde kant. I wanna see the rainbow high in the sky. I wanna see you and me on a bird flying away. Moet ik nu ook uitchecken? Dat weet ik dus niet. Oh, uitgecheckt dagretour. Was dit slim, mensen, dat ik nu uitgecheckt ben? Ik weet het niet. Beroep je dat? Volgens mij moet ik er daaruit. De laatste keer dat ik hier ben uitgestapt is ongeveer 4 jaar terug of zo. En toen zag ik dat er ook een roltrap was. Fuck. Gratis spullen. Gewoon uit het begin. Knalt motor 73 echt een zieke IZR in. Pa. Jij bent jaloers nu, jongen. God damn.
1000 RR race. Of een AB. AB4, 1000 RR, ik weet niet meer. Er staat hier RR. Er staat daar HP. En dan ook weer RR. Ja, duidelijk, top. Krijg je gewoon altijd een akrappe fiets niet op alles ofzo. Zware You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now.
duck is dit? Dit ding komt niet verder dan mijn knie. Wel een fancy telletje. Wat is dit joh? Dit is dus van Kimco. Kimco, ja precies. Kimco. Het is alsof ze dat ding van Honda willen namaken. Wat op zich ook wel logisch is, want als dit daadwerkelijk van als dit daadwerkelijk van Kimco is, volgens mij is Kimco van Honda. Dus dit dingetje hier naast mij, dat is van Honda. Lijkt alsof ze dat willen namaken, alleen dan elektrisch. En ze zijn er verschrikkelijk hard in gevallen. Tenminste. Ja. Stelt hij niet scherp. Hey, hi. Jeroen. Hi. Ja, dit is ongepland. Dit is heel ongepland, ja. Ja, dat was niet ons idee. Nee, dit was niet het idee. Oh, kut. Wat ben ik aan het doen? Maar we zitten nu bij de Mac. Ja. Want de camera is trouwens leeg. En door andere opnames was Jeroen way out of time. Ook de politie. Oei. En nu gaan we bij de Mac eten. Ja, het is wel gezellig alsnog. Ik bedoel, hij is toch gekomen en hij trakteert nu Mackie. Ondanks dat we dus niet hebben kunnen opnemen samen, maar ja, dus... Ach, weet ik, iets dan niets. Precies, iets dan niets en dat komt nog wel. Dat komt zeker. Ja, gaan we doen. Klopt.
just